Zondagmiddag werd op de Ginnekenmarkt de Baron van het Ginneke gepresenteerd. Want waar de rest van Breda prinsen heeft, heeft het Ginneke een baron. Ik ben de enige echte pretbaron in heel Nederland. En dat is heel uniek, want het is een baron ook in het Ginneke. Kijk, je hebt een Breda wordt Kielegat, een Haagse Beemde, die wordt Giegeldonk. Het Aagje, ja, dat is ook echt wel het Aagje. Maar Ginneke is Ginneke. En Ginneke blijft Ginneke. En omdat we afwijkend zijn, het net even wat anders bekijken, hebben wij een baron. Wat houdt die rol van baron eigenlijk precies in? Vanaf nu gaat hij ons voor in de leut, om het zo maar te zeggen. Hij is degene die mensen op een ludieke carnavaleske wijze bedankt voor hun inzet. En dat hoeft niet alleen maar carnaval te zijn, maar dat kan ook iemand zijn die heel veel betekend heeft voor het Ginneke, die we wel met de carnaval net even op een iets andere wijze dan de pure formele in het zonnetje willen zetten. En verder, hij gaat voor in de carnaval voor heel het Ginneke. Mensen, wat ben ik blij jullie allemaal weer te zien. En wat gaan we weer een leuke carnaval tegemoet. Waar niet te veel woorden hier aan verspild. Maar we gaan een biertje drinken. En we gaan vieren dat aanstonds 11-11 is. Mes chers amis, vive le carnaval! Vive le carnaval! Het is voor deze baron het tweede jaar dat hij het ambt mag vervullen. Het is dieper, breder, mooier, fijner. Elk jaar weer leuker. Het eerste jaar is altijd een leermoment. Dat heeft hij goed overleefd, want anders had hij het tweede jaar niet mogen beginnen. Zo is het ook. Maar ja, hij gaat zijn tweede jaar en heel veel plezier. En wij verwachten ook dat het een fantastisch feest gaat worden. Zowel hier in het Ginneke, wat uiteraard voor ons het belangrijkste is, maar ook zeker samen met de andere carnavalsverenigingen. Het is als je carnavalshart hebt, dan is carnaval waar je het ook viert, is leuk. Of het nou in Oeterdonk of in Maastricht doet of in Kielegat of hier in het Ginneke. Wij vinden natuurlijk hier in het Ginneke erg leuk. Hier wonen wij, hier hebben wij plezier. Het is voor iedereen. Of je nou een Ginnekenees, Ginnekeneus of Ginnekenaar bent. Je bent altijd welkom om met ons samen carnaval te vieren.